Kerstmalix! In deze video gaan we de kersttafel dekken. Het is bijna kerst en het dekken van de tafel en het versieren van de kersttafel vind ik echt een van de allerleukste dingen om te doen als het om kerstversieren gaat. Misschien nog wel leuker dan het versieren van de kerstboom. En in deze video ga ik je laten zien hoe ik de kersttafel dek aan de hand van een aantal tips. Mijn eerste tip is: denk goed na over je kleurschema. Ik vind het altijd mooi als de kleuren die in de boom hangen een beetje overeenkomen met de kleur op de kersttafel. Zeker als, zoals bij ons, de kerstboom vlak naast de tafel staat. Dan is het mooi als het één geheel vormt. En in onze boom hebben we dit jaar gekozen voor botanisch groen met goud. En dat komt dus ook terug op de kersttafel. En verder is het denk ik ook wel goed om je te realiseren of je meer een less is more type bent of een more is more type als het gaat om versieren. Want als je een more is more type bent zoals ik, dan heb je best wel wat decoraties nodig. En dan is het ook slim om ruim op tijd te checken of je alles al in huis hebt wat je nodig hebt. Mijn volgende tip heeft te maken met textuur en met textiel. Want de basis van je kersttafel is natuurlijk je tafelkleed. Je kunt ervoor kiezen om helemaal geen tafelkleed op je tafel te leggen. Of je kunt variëren met textiel. Bijvoorbeeld een bepaalde kleur tafellaken en dan een andere kleur contrasterende tafelloper eroverheen. En ook de placemats wat je onder je borden legt. Ook dat is weer structuur, misschien wel textiel. Daarmee kun je ook variëren en kijken wat je het mooist vindt. Mijn derde tip heeft te maken met laagjes. Stapelen, om precies te zijn. Als je op Pinterest zoekt naar sfeervol gedekte kersttafels, dan zul je zien dat er nooit alleen een dinerbord op tafel staat. Het zijn altijd meerdere laagjes. Sommige mensen gaan er echt ver in. Je ziet echt dan een placemat, een onderbord, daarbovenop weer een bord en daarbovenop misschien nog wel een kommetje. Dus echt de hoogte in. Daarmee creëer je ook echt een 3D wow effect. Nou, voordat je echt je tafel gaat versieren, is het slim om alvast je borden en je glazen en het bestek neer te zetten. Maar ook bijvoorbeeld de schalen die later op tafel moeten komen. Want dan weet je hoeveel ruimte je nog over hebt voor je decoratie. En dan is het tijd voor het leukste, het decoreren. En ik probeer altijd iets van een blikvanger te maken. Dat kan bijvoorbeeld heel makkelijk door wat groen over de tafel heen te draperen, wat echt kerstgroen. En dat te versieren met wat je dan ook aan kerstdecoraties in huis hebt. En je kunt bijvoorbeeld ook vaasjes met kleine kerstboeketjes op tafel zetten. Er zijn super veel ideetjes. Die kun je ook vinden op Pinterest. Dus ga lekker even inspiratie opdoen. Ook op kersmaholic.nl staan overigens een hele hoop ideetjes voor mooie centerpieces en blikvangers op tafel. Maar leef je uit en versier het midden van de tafel naar hartelust. Next up zijn de lichtjes. En ik werk altijd graag met heel veel kaarsjes. Ik probeer het licht in de ruimte gedimd te houden. En de kaarsjes zorgen dan echt voor die heerlijke, ja, gezellige kerstsfeer. En ik probeer ook met kaarslicht verschillende hoogtes te gebruiken. Dus laag op de tafel, zeg maar, in kleine vaccinelichthoudertjes. En dan wat hoger, dat je daar ook lichtpuntjes creëert in de vorm van kandelaars. En je kunt natuurlijk ook werken met van die prachtige LED-draadverlichting die je bijvoorbeeld over de takken die je midden op tafel hebt gelegd verdeelt. Ook dat zorgt voor een heerlijk gezellig sfeertje. En dan zijn we eigenlijk al bijna toe aan de finishing touches. Maar eerst de servetten. Ik vind servetten echt super belangrijk. Het is ook weer textiel, het geeft sfeer. Je kunt met stoffen servetten werken of met papieren servetten. Je kunt ook met twee soorten servetten werken. En dat is ook heel erg leuk, dat je bijvoorbeeld één servet op het onderbord legt en de andere bijvoorbeeld op het bord vouwt in een leuk kerstboompje, zoals ik dat hier doe. En dan zijn we toegekomen aan de laatste stap, de finishing touches. Echt de details die het afmaken. En dat vind ik eigenlijk het allerleukste. En je kunt bijvoorbeeld tafelconfetti gebruiken om alles helemaal mooi af te maken. In de vorm van gouden glittertjes bijvoorbeeld. Of sterretjes, er is zoveel te koop. En daarnaast kun je werken met decoratie op ieder bord. Je kunt bijvoorbeeld op elk bord een cadeautje zetten. Of wat ik heb gedaan is, ik heb een welkomstcocktail geserveerd in een glazen kerstbal. Echt ontzettend leuk. En daarnaast kun je natuurlijk ook nog
menukaartjes neerzetten en naamkaartjes. En zo maak je het helemaal af en personaliseer je jouw kersttafel. Mijn video over het sfeervol dekken van de kersttafel. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. En ik heb voor deze video natuurlijk spullen gebruikt die ik al had. Maar ik heb ook wat nieuwe dingetjes ingeslagen. En ik zal in de blog die bij deze video hoort, de link vind je hieronder in de beschrijving. Daarin zal ik vertellen waar ik wat precies vandaan heb. Nou, ik hoop dat je het leuk vond. En ik zie je heel graag weer bij mijn volgende video. Doei doei!